Zit hartstikke op slot. Oké. Ik kan een rem naar beneden, dus ik kan misschien met de sportscar wat doen. Waar is het makkelijkst water in rijden? Misschien met vrachtwagen en al zelfs het water in rijden als het zo moet. Dat gaat de alarm is goed dus ook niet af. Laten we maar eens even zo staan. Of geschud pakken. Kijken of we. Hem hier kunnen we met een heftruck hier hebben. Als mijn dieplader. Een heftruck. Wel dit. Oh. We gewoon door de garage deur rijden. De garage deur gaat open. Oh, wacht. Deze niet hebben. Kijk, dat alarm zet die. Nou. Godverdomme. Was aan een blok, neemt ze dan een muur vast, shit. Kijk, als dat nou aan een blok vast zat, dan keek ik wel of ik een draai mijn dingen eronder kon rijden en dan gewoon auto door dingen laten vallen door het plafond. Bedoel, als ze in het water moeten vallen, moest ik rust een paar dunkjes hebben. Dammit. Dat ging niet zoals gepland. Dat wiel wat al ligt, dat duwde mij om. Oké.
Mijn voorkant ligt een beetje aan duigen door. Mee leggen. Even het gaatje groot. En uiteraard werkt dat niet met mijn sluitje. Oh, wacht. Hier wat werkt. In de jeep, dat moest dan ook weer niet. Zo, gelukt. Ja. Waarom is hij ook wit? Telt hij ook als een ding? Kan toch niet? Telt hij omdat die jeep erop staat, die wit is. Er zit hier toch geen alarm op. Maakt deze gewoon eigenlijk direct de zee in rijden. Even. Beetje deze kant in. Wat ruimte hebben voor eventueel de rest. Zo, daar is één. Ben ik alleen benieuwd met deze. Dat doen we wel even quick save voordat we het water in gaan. Of dat die alarm afgaat als ik hem zo met truck naar het water in rijd. Hier dus. Mooi. Oké. Maar. Remus, we hebben dadelijk 1 minuut de tijd. Dan ga ik nooit 4 auto's in het water krijgen met 1 minuut. Ik wil nu weten hoe ik dat moet doen, aangezien op alle 4 een alarm zit. Quick save. Niet zozeer. Oké. Niet zozeer die auto binnen een minuut te laten krijgen. Ik moet ook nog binnen een minuut terug. Het probleem, man.
binnen die 30 seconden terug bij mijn auto te komen. Deze straks wel klaarzetten. Oh wauw. Of niet goed dat. In ieder geval niet daar beneden. Dat heeft geen zin. Eerst even het een en ander van onze escape route. Wauw, serieus? Fuck, echt waar. Soms snap je die games niet. Doe je hetzelfde en een keer loopt die wel vast. Nu even net op de stenen zetten. En dan gaan we deze even pakken. Gat in de muur maken. Ik weet niet of dat nu dadelijk goed gaat. Zand wat hier ligt. Wauw. Oeh. Ja, maar even een kant staan, want dat gaat dadelijk fout. Dadelijk op ons zijkantje hier. Nou eens. Beter. Die auto die daarop staat. Dat heeft me weer een hoop tijd gekost. Daar heb ik weer wat tijd gewonnen door op tijd uit te springen. Ik denk dat het me goed is dat ik die auto's boven heb staan, want ik maak hier toch een beetje die rem kapot.
Zo, we hebben in ieder geval het required gehad. Ik zou niet weten hoe ik in die minuut die drie optionele ook nog moet doen op dit moment. Zonder alarm af te laten gaan. Ik denk dat daar een beetje de clue zit. Misschien straks iets krijgen om het alarm uit te zetten ofzo. Heavy lifting. Nou, ben benieuwd. Oké, we moeten iets hier naar de boot brengen. Een save. Oh god. Serieus? Ah, fuck. Save is natuurlijk als we die post trekken, dan het alarm af, gok ik. Oké, hier is een alarm op hem. Nodig hebben voor de save. Dacht ik al dat hij op slot zat. Dat was de vorige keer ook. Ja, hier bijgekomen. Nee, dat was bij dat huisje. Nou, deze heeft ook een alarm. En de productiesafe, zo gezegd, heeft ook een alarm. Ik zou niet eens weten hoe ik die optionele safes moet doen eigenlijk. Dat brokkelt namelijk meteen af. Die zou ik zeggen van ik zet er zo'n schep in. Maar op die manier. Duurder gaan rammen. Helemaal niet. Binnenkant. Zo gewoon bij. Het grootste probleem is. Deze safe. Ik heb ook nog een grote safe ook. Wacht eens even kijken. Ja. Eens even kijken. Wat safe dat al is. Oh, hier wel mee. En zie je, dat is een safe. Die moet ik ergens in laten vallen om mee te nemen. Ja, die kan ik wel dragen, maar dat haal ik dan niet in een minuut naar die kant toe. Nu weet ik dat daar een kiepwagen staat. Dan heb ik niks meer. Okay.
Ik denk dat dit nou wel ongeveer onder staat. Zoveel physics dat hij gewoon doorstuitert. Hoe ik eventueel optionele dingen mee kan pakken, maar ja, die twee zal misschien lukken. Hier omheen rijmen. Ik weet niet of dat bochten gaat redden. Dus ik weet niet wat bomen doen met vrachtauto's deze game. Deze mijn hebben we in ieder geval eentje, optioneel eventueel. Oh. Oké. Die vlieger gaat dus niet zozeer op. Er zit nog een betonvloer onder. Oké. Waar de fuck zit ik nou op vast? Dat helemaal. Oké. Okay. Even lang touwtje. Even hier doe ik quick save van. Luister dan niet. Jawel, hebben ze.
Nou, in ieder geval één reserve. Of één optionele, dit keer. Pipe bomb. Oké. En wat voor upgrades kunnen we voor die pipe bomb? Aantal. En. Ja, damage. Zo. Thanks. Still don't know how we leave found out, but cars are totally overreacted. Just saved the life of those poor cars and the robot mental and vandalized my property. Can you believe that? A good thing I'm properly insured. I have two motorways to get them back and finally nailed it. The iconic water tower at Lee Chemicals. His grandfather built it with his bare hands and has since become a symbol for the entire Lee family. They even use it in their logo type. What? Die toren moeten we slopen. Kijk of we binnen kunnen komen of iets. Apart, hè? Je kunt deze wel op deze kist springen, maar om dan weer op die bovenste te komen, dat lukt weer niet. Wat? Oh. Kan ik daar niet meer bij? Shit. Daar naar binnen, als daar bovenop kan komen. Een stukje muur wegslaan en dan via... Werken, maar... Nee, dus.
Aha. Oh ja. In de muur kan ik niks mee. Anders. Ik weet ook niet zoals ik bedacht had. Wat mee kunnen. Iets, maar niet echt dat ik zeg van, kan ik wat mee? Zo af waarom we niks met die stone bricks kunnen. Beetje onlogisch dat ik daar met een hamer niks kapot kan maken. Mee. Ik kan daar wel wat vastmaken, maar dat gaat ook niet. Nog niet hoog genoeg. Ook niet zeg van ik weet al heel wat dat ik hier binnen ben gekomen, maar bepaalde een beetje van dat ik niet mag slopen, om het zo maar te zeggen. Lager om, zo gezegd.
doet gewoon geen nauwelijks damage. Dat kan toch niet. Hoe moet ik dat doen? Net boven de streep afgedaan. Dus probleem ijzeren baken die er aan zitten, kan ik ook nu slopen, maar blijft natuurlijk staan dat ijzer. Gok ik. Mij. Dat was het effect wat ik wilde eigenlijk. Ik weet of dit de bedoeling was. Maar hij is in ieder geval 10 meter korter. Oh, daar kregen we ook nog bommen. Die we dan hadden kunnen plaatsen. Sporen 1. Kan ik die 3 draaien?
Kijken. Ik had straks die bom helemaal niet eens gezien hier. Om aan de toren natuurlijk kunnen plakken. Boom, 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 boom. Maar daarom kreeg ik natuurlijk maar één. Eindelijk. En op een timer. Auw. Om het zo te zien. Nee! Komt hij maar gewoon zo naar beneden. Het ijzer. Oh, crap. Nog niet. Nee. Dat was dus ook geen succes. Even kijken. Dankjewel. Gordon really took this one step too far. You probably heard the news, but he hit my tower, the lead tower. My poor grandfather is probably turning in his grave right now. It will cost me a fortune to rebuild that. I need to get back at Gordon, but he has loaded with money to whatever I do, I can just pay someone to fix it. Oh, he can just pay someone to fix it. The only way to get to him is to strike where his fat wallet can't protect him, his precious art collection. Some of those paintings would make a nice contribution to the restoration fund of my new tower. Tot 4 stuks. Ik kan niet eens weten hoe ik dat moet doen waarschijnlijk. Ik vermoed dat daar overal een alarm op hangt. Ik weet niet, je hebt geen alarm op je garage, maar je hebt wel een alarm op het schilderij wat in je garage hangt. Ik weet niet, maar... Ook een alarm op.
Ah, 3 graden. Hier hangt ook een alarm op. Ik weet niet hoe ik moet beginnen, man. Hier zit een alarm op. Hier gaan we. Hier ik bekeken heb, of 5 die ik bekeken heb, dan een alarm op. Dat doen. Ook een alarm op. Ook. Ik zou niet weten hoe ik moet beginnen. Eerst mijn escape. Dit stuk ben ik al 10 of 20 seconden kwijt. Sowieso. Het beste kan ik er 1, misschien 2 pakken in een minuut. Ik kan niet weten, eens kijken. Ik denk dat ik een tool mis of zo. Messias. Het kan ook zijn dat ik misschien eerdere missies moet doen met de tools die ik nu heb. Dat we die moeten maxen om meer XP te krijgen voor deze missies. 4 primary targets. Hier zit dan een alarm op, zo te zien. Deze tool. En gewoon een manier was om alle alarmen uit te schakelen op een map. Dan zou ik zeggen, ja, oké.
Adrie al een alarm erop zetten. Daar achterop het dak ook nog. Vier in een minuut. Niet mogelijk. Ik zal vast ergens iets missen of iets over het hoofd gezien hebben waardoor het gewoon niet kan. Fire is oké, wat was broodtochtjes dat? Denk me net. Dat zou makkelijk mee proberen. Gaat. Oh, dat was niet de bedoeling. Ah. Ja, dat is niet wat ik daar in gedacht had. Ik denk, doe met die plank hem daar aan vastmaken en ik sla gewoon dat ding weer de muur af. Probleem opgelost, toch? Ja, niet dus. Op een stalen ding. Even checken of dat achterop is.
Aan de trap dus. Anders is best groot. Oké, dat gaat dus ook niet. Nou, die vlieger gaat ook niet op. Daar heb ik geen idee op het moment. Zal ik eens op mijn gemak gaan bekijken en wat over de game gaan lezen. Want ik zal vast ergens of de tutorial gemist hebben of niet helemaal gelezen hebben. Door ik dat mis. Dat op me. Nou, dat is iets waar we tijdens de serie wel op gemak eventjes gaan uitzoeken. Het is toch alweer bijna 10:30, dus mooie tijd om daarmee te stoppen voor vanavond.